Hey, welkom, goedemiddag. Ik ben Sebastian Batens. Mijn vrouw en ik zijn sinds begin dit jaar een kintsugi-merk gestart, genaamd Chio Kintsugi. Wij zijn hier vandaag bij Koppaar van Leenputten voor jullie uit te leggen wat kintsugi is, ook aan de hand van een voorbeeld. Dus Chio, onze merknaam, betekent hele in het Japans. Kintsugi is letterlijk gouden verbinding. Dus kin staat voor goud, tsugi voor verbinding. Nu, het verhaal gaat dat in Japan, laat 1400, het servies, het lievelings theeservies van een Japanse shogun, Ashikaga Yoshimasa, dat was gebroken. Die liet dat terugsturen naar China en dat kwam terug hersteld, dat China porcelain, maar dat werd toen gedaan met krammen, met nietjes. Dat was niet mooi, dat was niet bruikbaar, dus dat was verloren. Hij gaf zijn ambachtslieden de opdracht om daar toch iets mee te gaan doen. En toen kwam eigenlijk de geboorte, de creatie van kintsugi. Dus een van die ambachtslieden had het porselein hersteld met een lak en eigenlijk de barsten gedecoreerd met goudpoeder. Dan zal ik in een notendop hoe dat we erbij komen. Nu, ik stel voor dat we aan de hand van dat voorbeeld direct erin vliegen. Mochten er vragen zijn, kan je het ook in de chatbox stellen. En gaandeweg zal ik nog meer uitleg geven over het product en de filosofie erachter. Voilà. Dus wij werken met onze Chio Kintsugi box. En daar kan je heel gemakkelijk zelf 8 tot 10 medium-sized items mee herstellen. Medium-sized voor ons betekent ongeveer dit bord. Ja, dus ik heb hier een bord voor mij met 3 stukken. Uiteraard, mocht het een grote vaas zijn, dan wordt dat moeilijker. Maar dan ga je gemakkelijk nog alles kunnen herstellen met de kit. Dus in de kit heb je de manual. En daar zit verder je hebt alles in wat je nodig hebt. 2 van de harslijmtubes, voilà. Goud- en zilverpoeder. En ook nog een epoxypoetie, eigenlijk een kneedpasta die gemakkelijk is om grotere gaten mee op te vullen. Mochten er chips zijn in de keramiek die je niet meer terugvindt, dan is dat iets handig. Mengschaaltjes en roerstaafjes. Nu, traditioneel werd het hersteld met de urushilak. En de urushilak is een hars, afkomstig van de Japanse vernis- of lakboom. Nu, wij gebruiken een 2-componenten harslijm, die is bio-based. En de biocontent erin komt van de cashew-schaal, dus de schaal van de cashewnoten. Nu, het zit zo dat de mango, cashew en pistacheboom zijn ook verwant aan diezelfde native boom uit Japan. Dus eigenlijk is het de klassieke manier, maar in een nieuw jasje gegoten. Die urushilak die is giftig en niet makkelijk om mee te werken. Het is een zeer ingewikkelde techniek die je eigenlijk, heb je een paar jaar voor nodig om je te leren. En dan duurt het herstellen van, laten we zeggen, zo'n bord ook een paar maanden. Dat is voornamelijk door de uitdroogtijd. Nu, met onze kan je, het is geen echte quick fix, maar toch op een vrij snelle manier alles herstellen en is het ook bruikbaar. Dus onze harslijm is voedselcontactveilig. En kan ook in de vaatwasser. We gebruiken een goudpoeder. We mixen die goudpoeders zelf in ons eigen atelier. En die zijn ook van cosmetische kwaliteit. Dus worden ook gebruikt in lippenbalsems of in zeep. Dus alles is in principe veilig. Mocht je toch, we zeggen het bij ons van gebruik de handschoenen. Ik werk toch liever met mijn handen voor de feeling. Voilà. Dan gaan we erin vliegen. We gebruiken gelijke delen van onze A en B component. Nu, handig vooraleer je begint, en ook noodzakelijk misschien, is zie dat je object stofvrij, vetvrij is, proper is om mee te werken. En dat je even kijkt naar wat zijn de makkelijkste scherven om eerst tegeneen te zetten. Jap. Dus bij mij bijvoorbeeld, dat bord is hier in 3 stukken. Ik heb deze 2, die passen netjes tegeneen. Dus ik zou deze 2 eerst tegen elkaar zetten en dan dit ertegen. Dat lijkt mij het makkelijkst. Een roerstaafje nemen. Klein beetje goudpoeder, niet te veel. Achteraf gaan we het ook nog bij toevoegen. Te veel van dat goudpoeder, dat vermindert de kleefkracht. Dus gaan we goed doorheen mixen. Dus ik probeer toch een 30 seconden
In deze fase is het eigenlijk belangrijk dat je dus de mengverhouding respecteert van 1 op 1. En dat je goed mengt. Dit is in orde. Bastiaan, die mengverhouding doe jij gewoon op zicht? Ik doe die gewoon op zicht. Ik start eigenlijk met groene erwtjes. Dat vind ik altijd een goede benaming. Twee van die groene erwtjes en daar kom je veel. Nu, het zit zo. Gebruik het niet te veel. Want elke keer, dat hart uit binnen de 5 à 10 minuten. Dat is dan de verwerktijd. Je kunt nu rustig even nog zitten. We gaan goed over babbelen. Eén barst gaan we die lijm aanbrengen. Dus kijk even van hier. Yep. Van hier tot hier gaan we aan één zijde die lijm aanbrengen. En dan heb je een paar minuten de tijd. Ja. Belangrijk hier is dat elk stukje van de barst bedekt is met die harslijm. En uiteraard, hoe meer dat je gebruikt, hoe meer en hoe dikker de gouden lijn ook apart gaat zijn. Wat gebeurt er? Even zetten we de stukken tegenin. En de excess tussen de twee delen, die komt dan naar het oppervlak en die creëert uw gouden lijn. Ik kan nu ook genoeg gebruiken, dat zeker te zien is op de camera. Mocht je, ik kan het even laten zien. Hier bijvoorbeeld heb ik een klein beetje gesmost. Dat is helemaal geen probleem. Die kan je er achteraf gemakkelijk nog afsnijden. Dus eigenlijk is het een mindful bezigheid. Het gebeurt nog zelden vandaag de dag. Het is ook leuk om iets te creëren. Over die mengverhouding nog, er is een kleine foutmarge wel op die. Yep. Op die mengverhouding, maar probeer dat zo goed mogelijk te doen. Die twee stukken die gaan tegen elkaar. En even plaats maken. Voilà. En dan zie je daar dus geleidelijk aan die gouden harslijm tussenuit komen. Op sommige plaatsen misschien net iets dikker als op andere. Dat is ook afhankelijk van hoeveel erop zit. Op sommige plekken is dat bord, op de rand hier, is ook iets dikker. Voilà. Dat ik daarnet zei, 5 à 10 minuten. Ik ben even gewacht, dus volgens mij een paar minuten zou dat goed moeten zijn. Het kan altijd zijn dat je er toevallig naast schiet. Geen probleem. Dat kan. Dat is geen ramp. Probeer ze er terug op te zetten. Mocht dat ook niet meer lukken, dan kun je eventueel met een kuttermesken of zoiets dat er terug afsnijden. Gewoon terug opnieuw beginnen. Als je ze toch tegeneen krijgt, en ik zie bijvoorbeeld hier aan mijn zijkant één stuk, waar ik dat misschien zelfs nog ga laten zien. Een stuk waar precies een soort riviertje is ontstaan, waar de barst er niet 100% tegen zit. Het is mijn achterkant, het is iets dikker. Ik ga hem een keer zo houden. Dus mochten er ondertussen vragen zijn, stel ze gerust in een chatbox. Bastiaan, kan je nog eens iets zeggen over de vaatwasbestendigheid? Yes. Dus normaal gezien, dit item heeft zijn 75% van zijn hardheid over een uur of twee. En dan duurt dat nog wel 2 dagen eer dat hij volledig
is uitgehaard. Dus na 2 dagen kan die ook in de vaatwasser. De haarslijm zelf is bestemd tegen 100 graden, dus de vaatwasser is dan geen probleem. Maar je kan er dus ook thee of koffie, je kan het ook gebruiken. Dat is voor ons een groot iets toen we ermee bezig waren, toen we het ontwikkelden. We wouden niet dat mensen hun servies of hun vazen of gelijk wat ook kunnen herstellen, maar ook nog kunnen gebruiken. Dus dat achter, goh, laten we zeggen, 3 dagen en na herstellen, kan hem de vaatwasser in mee gerust hart. Kom je ook nog terug hoe je die putty gebruikt? In deze bord niet, maar ik kan dat wel zeker even laten zien. En eerst als deze barst in orde is, dan zal ik het even laten zien. Ja, en in dit bord niet, omdat het er zich eigenlijk niet toe leent. Klopt, ja, inderdaad. Mochten er bepaalde chips af zijn aan de zijkant, dan kan je die ofwel met de haarslijm ofwel met die epoxy eigenlijk eerst gaan opvullen. Soms vind je in een tas, dan kun je even kijken misschien naar de zilveren tas links, of ik het daarvoor heb gebruikt of kon gebruiken. Mocht er echt zo een klein fragment, een keramiekfragment zijn dat niet meer bruikbaar is of niet praktisch is voor te gaan verlijmen, kan je die epoxy putty in 2 snijden. Dan heb ik 2 componenten doorheen kneden, erin boetseren, eventueel laten uitharden. Je kan het nog altijd even met wat schuurpapier opruwen. En die hart ook waterdicht uit. Dat is eigenlijk Je blijft nu wel constant duwen. Je geeft druk. Ik geef druk, maar nu is het eigenlijk... Ik hou het voor de zekerheid vast. Ik zou niet graag hebben dat het nu uiteenvalt. Hou het tegeneen. Afhankelijk van... Je hoeft daar niet constant op te duwen. Als je de hele tijd hard druk op uitoefent, dan gaat de keramiek eigenlijk meer knarsen tussenin. Dan bestaat de kans ook meer dat je het van elkaar duwt. Dus hou het tegen elkaar. Eventueel naar het einde iets duwen, dan kan je zien of het hard is. En daar bedoel ik mee, mocht naar het einde, als je extra duwt, er nog extra lijm uitkomen, dan is hem nog hard. Maar probeer het zeker niet te forceren. Het is zacht. Voilà. Dus nu is het bijna in orde. Wat we nu gaan doen, dat kan met de hand, dat kan ook met een penseel, wat je het liefste hebt. Dan gaan we die extra indotten. Ik voel dat de haarslijm is een klein beetje zacht. Hij houdt de 2 scherven wel al tegeneen, maar het is nog wat zacht. Wat je daaraan kan doen, en hier komt dan persoonlijke voorkeur eigenlijk kijken. Als je meer lijm toevoegt, dan krijg je een dikkere lijn. Weinig, bijvoorbeeld hier, is er weinig uitgekomen. Als je daar dan zachtjes op wrijft met voldoende poeder, en dat kan nog een klein beetje plakkerig zijn, wat je niet wil, maar je wil voorkomen, is dat hem dan blijft plakken aan je vinger en draadjes creëert. Dus met voldoende poeder erover gaan. En dan wrijf je die lijn wat plat. Voilà. Even zo houden. Ik zie het even laten zien. Hier bijvoorbeeld is er een klein beetje hars ernaast gekomen. Net zoals bij een traditionele kintsugi ben je vrij om dat te gaan bewerken. Dat kan met een kuttermes, dat kan met een klein mesje of gelijk wat. Ik zou aanraden, mocht u er echt al zaken willen gaan afhalen, dat kan. Binnenkort hebben we ook een biocleaner waar je eigenlijk de niet verharde harsresten gemakkelijk met een watje kan verwijderen. Anders wacht er even mee, 1 uur of 2. En dan met een vochtige doek, een schotelvot, kan je erover gaan, al die excess poeder eraf halen. En dan kan je gaan bijwerken of bewerken, mocht dat nodig zijn. Even omdraaien. Dan zie je het kleurverschil dan goed. Mocht je dat met een penseel willen doen, kan even goed. Het makkelijk is bij een penseel dat je dat minder bewerkt. Mocht je zeggen, goh, ik wil het minder plat wrijven, dan is een penseel altijd een betere keuze. Ik kan er ook een lichte druk mee uitoefenen.
voilà. En dan zijn deze twee stukken al klaar. Voilà. Even aan de zijkant. Klaar voor stuk 2. Ik zou zeggen, neem daar genoeg tijd voor. En dit gaat al veel, veel sneller dan die klassieke manier van kintsugi. Maar pak er toch een tijd voor om stuk voor stuk alles aan elkaar te lijmen. Wat je zou willen vermijden, is dat je met 3, 4 natte stukken of nog te natte stukken samenwerkt. En dat, dan gaan er toch accidenten gebeuren. Dan gaan er zaken lossen en dan is het minder mooi. Dus dat mengschaaltje, het is hard, het is perfect in orde. Er is geen poeder meer op verwerkt, dus dat kunnen we gewoon even omdraaien. Al onze tools, dus onze harslijm is biobased. Al onze tools zijn ook bio-afbreekbaar. Het schaaltje is van PLA. Sticks, alles is FSC certified. Yep. Hetgeen dat je zo net gebruikt hebt, kan je niet meer gebruiken. Hè? Nee. Dat is opgedroogd. Dat is opgedroogd. Dat is ja, voor de vuilbak. Voilà. Nu, ik heb het daarnet gezegd, je kan met één kit gemakkelijk 8 tot 10 van die items herstellen. 1 of 2 grotere vazen. Dat zou zeker moeten lukken. Dus er wordt ook eigenlijk maar zeer weinig gebruikt telkens. Een erotje. Voilà. Nu de filosofie die er eigenlijk volledig bij hoort. Want kintsugi is in een specifieke periode ontstaan, geboren, als we het zo kunnen zeggen. Dat een culturele renaissance in Japan in die periode. In diezelfde periode is ook de theeceremonie, uitgebreide theeceremonie en de ikebana, het bloemschikken, het Japanse bloemschikken, het noodtheater. Dat is allemaal ontstaan in diezelfde periode. En heel die periode is heftig beïnvloed door het zenboeddhisme. En vandaar komt dus eigenlijk ook het kintsugi gegeven in het zenboeddhisme. Even kijken. Mag je littekens en gebreken niet verbergen? Moet ermee gewerkt worden? En dan leunt het dus ook aan. Het valt eigenlijk echt samen bijna met heel die wabi-sabi-filosofie. Het omarmen van imperfecties. Alles heeft een verhaal en een heel leven achter zich. Het is leuk om daar de schoonheid van te zien en een tweede kans te geven. Ik dep graag met die goudlijm. Als je te veel gaat vegen echt erover, dan veeg je veel van die harslijm ook al naar de zijkant. Nu, die egaliseert zijn eigen wel wat, maar zo deppend vind ik dat je eigenlijk het mooiste resultaat krijgt. Dus je hebt wel voldoende tijd om te bewerken en verwerken. Qua kleurpoeder, Jat. Dat heb ik daarnet verteld. Misschien gebruiken wij een mica-poeder, een semi-synthetisch mica-poeder. Veel natuurlijke mica's worden eigenlijk gemijnd in India of Pakistan.
komt jammer genoeg veel kinderarbeid bij te zien. De onze is daar volledig vrij van. Dus dat is ook al vast mooi. Doen we niet aan mee. Past niet binnen de filosofie. Voilà. Klaar. Wat je ook kan doen, mocht je zeggen van, goh, ik vind dat lastig om dat lang vast te houden. We zijn er nu 2-3 minuten ver. Ik kan ook nog rustig een minuut wachten. Nadenken over wat je er achteraf nog allemaal mee wil doen met het object. En dan tegeneen zetten. Voilà. Bastiaan, dit zou ook met glas kunnen? Dit kan met glas, ja, klopt. Dus de harslijm die werkt eigenlijk perfect op allerlei type gesteenten. Dus op marmer, beton, keramiek, kan allemaal. Maar ook op glas en hout. Geeft ook zeer mooie effecten. We hebben één keer, moet ik even denken, voor iemand die we kennen, zijn vader was gestorven. En die hadden nog een kristallen assenbak. Dat is nog een trouwcadeau van vroeger. En die hebben we dan samen hersteld. Glas, gebroken glas. Het ziet er niet zo uit, maar is eigenlijk heel poreus. En dat geeft een prachtig resultaat. De hoorbaarheid van die set, ongeopend? Ongeopend zetten wij op het doosje een half jaar. Dus dat heb ik een half jaar de tijd om er niks aantal items mee te doen. Nu, daar zit ook wel een bepaalde marge op. Maar de kwaliteit van de kracht van uw harslijm tijdens het mixen, die neemt wat af. Dus laten we zeggen, een half jaar tot 7-8 maanden is perfect. Wat je ook kan doen, afhankelijk van, en nu hou ik het even zo dat je het goed kan zien, maar je kan ook de zwaartekracht voor jou laten werken en gewoon op deze manier, terwijl ik een vrij makkelijke barst deze, zo laten rusten. Dan hoef je het minder vast te houden of tegen elkaar te drukken. En dan is het op een natuurlijke manier. Mochten er op sommige plekken toch geen lijm uitkomen of geen harslijm, mocht je geen gouden barst hebben, dan kan je altijd achteraf nog even kijken. Ik zal ze een stukje aanduiden. Echt, hier. Ik hoop het hem vasthoudt. Ja. Hier is er een klein riviertje. Zo noem ik het graag. Hier waar die twee keramiekstukken elkaar net niet raken. Wat je perfect kan doen is met de met die Shiu sticks klein beetje en er gewoon een fijn dotje over uitstrijken, terug even industen en dan is hem klaar. Dus het is niet omdat je ze tegeneen zet dat het daarbij definitief is. Je kan er nog mee gaan spelen. Ook makkelijk om als test te gebruiken. Yep, even kijken. Is altijd even teruggaan naar je mengschaaltje. Dat is hier nu volledig uitgehard. Ik heb ook altijd wel genoeg gebruikt voor het laten zien. Thuis gebruik ik nooit zoveel. Maar dus, die is goed hard. Die plakt nog wat. Zij, als ik hem... Hij blijft nog op mijn vinger plakken. En dan zitten we in de goede moment voor er extra goudpoeder op aan te brengen. Nu, het kan zijn... Ik kan hem even testen. Dat mocht ik... Zij, dan draad hem nog. Dus als ik mijn vinger erop zet momenteel, dan geeft hem nog een draadje. Dus ik ga hem nog even laten wachten. Sebastiaan, moest ik een diepe scheur hebben uit de werk, dan ga ik dat, waarbij dat de scheur wat diep is, dan ga je dat eerst een beetje opstoppen met die putty? Een diepe scheur, Bij keramiekwerk kan het gebeuren dat het uit de oven komt. Klopt. Met één barst bijvoorbeeld, klopt. Maar niet volledig. Nee, klopt. We hebben dat nog gedaan voor een keramiste. Voor toeren om te loeren, voor de maand van de amateurkunsten. En die had inderdaad keramieke borden die gebarsten waren, die als een waaier openkwamen. De fijnere, die kan je ook doen met de harslijm. Maar mocht er dat grotere barsten zijn, veesechten die gaan openstaan, kan je die opvullen met die epoxyputty. Dat is een goede 10 gram, daar kun je best veel mee doen. Brengt dat stuk voor stuk aan. Dus probeer eerst misschien een kwart af te snijden, zien hoe ver dat je geraakt, dat goed uit te wrijven en dan daar stuk 2 op te zetten of stuk 3.
Dat werkt makkelijker. Minder fouten. En dan achteraf, als die volledig is uitgehard, geeft hij ook een uur of twee, met eventueel wat schuurpapier. Ik heb dat altijd graag bij de hand. Om die een epoxyputty glad te schuren, gelijk met het oppervlak van het bord. En dan kun je daar terug een fijn laagje, en dat kan je dan gewoon direct op aanbrengen. Eventueel met dat spateltje verder uitwrijven. Op die manier is het makkelijkst werken. Geen idee hoe dik de breuklijn mag zijn, hoe groot de stukken mogen zijn. Kan ik daar een groot keramiek beeld mee lijmen, als het ware? Dat kan perfect. Dat zou geen enkel probleem mogen zijn. Het is enkel moeilijker, afhankelijk van hoe groot die stukken inderdaad zijn, dat die breuken altijd of de breuklijn wel stevig tegeneen zitten tijdens dat droogproces. Wij gaan er binnenkort een grote marmeren tafel mee herstellen. Dat wordt een leuk project. Maar dat kan perfect, dat hebben we nogal gedaan. Maar dan is het moeilijk om, een uitdaging om te zien dat die twee stukken altijd tegen elkaar zitten. En twee bordstukken zijn makkelijker vast te houden dan groter. Maar het kan perfect. Altijd zien dat je genoeg poeder gebruikt. Zie je het zoals bij een broodbakken. Je pakt ook genoeg bloem, zodat het niet aan je handen blijft kleven. Op die manier zijn we zeker uit het penseel nog even meegaan. Of met je vingers, net van hetzelfde. Mocht het met je vinger doen en het blijft eraan kleven, is ook jammer. Dan krijg je van die draden. Voilà. Nu goud. Het gaat wel altijd op de lijm en niet op de putty, hè? Nee, je kan de putty, de epoxy putty, die kan je ook kneden en dan even door het goud houden en inboetseren. Maar het mooiste resultaat is hoe dan ook om achteraf er nog een laagje op aan te brengen. Zowel het poeder als de epoxy zijn voedselcontactveilig. Dus dat is. Het is makkelijker, het is toch veiliger dan die een kneedputty. Dan ga ik even de achterkant doen. Ja. Goud is de klassieke kleur. In Japan was dat zo populair op een gegeven moment dat mensen hun servies met plezier gingen breken om het te herstellen. Zilver is ook een klassiek, maar je kan eigenlijk gaan spelen met verschillende kleuren. Afhankelijk van de kleur van je keramiek of van je vaas, of maakt niet uit wat, is zilver of misschien een andere kleur wel heel mooi. We hebben onlangs heb ik een groene vaas gedaan met koper, dat is ook heel mooi. Bijvoorbeeld hier links van mij staat een cappuccino kopje. Even omdraaien. Yep. Dat besteld met ons zilverpoeder. En ik vind dat zelf heel mooi. Het geeft zo'n frissere gegeven, frisser accent. Goud erop viel wat weg eigenlijk met die naturele kleuren. Voilà. Ons bord is klaar. Je geeft eigenlijk nog een uur en dan met een vochtige doek erover. En dan heb je een mooi bord hersteld met de kintsugi, met de shio kintsugi techniek. Perfect. Alsjeblieft. Oké, dankjewel Sebastiaan voor deze boeiende uitleg. Graag gedaan. En vanaf nu is de kit ook te koop bij ons in de winkel, yes. Zowel hier als in Wommelhem en op de website. Voilà, prachtig. Dankjewel. Bedankt. Merci.